Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Zo vlak voor het paasweekend. En dan wordt er ook nog eens een keer gespeeld. Dat betekent geen paasontbijt voor de selectie van de NEC. Daar komen we zo meteen op terug. Het is Goede Vrijdag. Was er nog goed nieuws te melden? Nee, ja, nee. Soufiane El Karawany, daar is het nog stil. Gaat hij wel tekenen of niet tekenen? Afgelopen week wisten we in ieder geval je al te melden dat Ivan Marques niet bijgetekend heeft. Die gaat na dit seizoen dus NEC verlaten. Maar trainer Rogier Meijer heeft wel bijgetekend en dat was goed nieuws. Kortom, gefeliciteerd Rogier. Ja, jij ook. Ja, nou ja, ik denk dat de meeste mensen in Nijmegen wel blij zijn. Ik ben er echt blij mee en ook trots op dat ik nog een jaar hier hoofdtrainer ben. Ik denk dat we mooie dingen hebben gedaan tot nu toe. En daar moet nog een vervolg aan en daar heb ik alle vertrouwen in. Dus ja, dat voelt gewoon goed. Ja, dat gaf je ook al eerder aan van, hè? Het gevoel is voor mij belangrijk. Wat is dat wat het zo goed maakt? Waar je zegt van, nou, ik ben hier nog niet klaar. Ja, dat zijn verschillende dingen. Hè. Je kijkt natuurlijk naar het perspectief op sportief gebied. Ja, richting volgend seizoen, nou, daar zie ik zeker perspectief om dingen weer te verbeteren ten opzichte van dit seizoen. Je kijkt naar je werkomgeving, hè, hoe zijn de faciliteiten hier? Nou, die zijn gewoon hartstikke goed. Maar je kijkt ook naar hoe je jezelf thuis voelt bij deze club en hoe je kan werken met je staf. En dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, want als je ergens geen plezier in hebt, ja, dan heeft het niet zoveel zin. En dat is al die jaren zeg maar hartstikke goed verzorgd en dan ga je met elkaar in overleg en dan blijkt van de andere kant ook te zijn, dus dat geeft nog extra goed gevoel en vertrouwen. Dat vanuit een situatie dat de club natuurlijk best onrustig is geweest in die periode voordat ik hoofdtrainer werd zeg maar, in technisch directeur en in trainers, ja, merk je nu dat er meer rust en stabiliteit is. En ik denk dat als je kijkt bij alle clubs die uiteindelijk succesvol worden of zijn, ja, dat wel een goede voedingsbodem is. En natuurlijk moeten er uiteindelijk prestaties geleverd worden op het veld. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat het in een organisatie goed staat. En nou ja, dat hebben we nu voor elkaar en nu moeten we weer terug naar het veld. Goed, dat was het goede nieuws dus van deze week met trainer Rogier Meijer. Dan even terug naar afgelopen weekend. De wedstrijd tegen PSV, dat was niet best. En er werden ook boze woorden gesproken na afloop. Ah, boos. Ik heb natuurlijk teleurgesteld en natuurlijk wel even de wedstrijd iets anders voorgesteld. En vooral de eerste helft waren we gewoon heel slordig en verloren we vrijwel alle duels. Ja, dat zo'n intentie moet je niet mee beginnen tegen PSV. Maar gelukkig heb je het enigszins recht kunnen zetten de tweede helft. Maar dat was gewoon jammer. We hadden ons er iets meer voor voorgesteld. Dus ja, die boosheid is dan gelijk na de wedstrijd. Maar zoals gezegd, het is geen schande om van PSV te verliezen, maar op deze manier wel. Ja, ik las ook ergens van bij de spelers, die staan we even met beide voeten op de grond. Wat doelde je daarop? Nou ja, nee, niet op zich, niet zoals dat we met de pet naar zouden gooien of zo. Maar ja, dat er meer kwaliteit gevraagd wordt om zo'n tegenstander te verslaan. En eigenlijk hebben we denk ik in alle wedstrijden wel het gevoel gehad dat het mogelijk was. Maar dat had ik nu in de eerste helft niet. Ja, dan wordt er zondag gespeeld en dat in het paasweekend. Dat betekent op eerste paasdag geen paasontbijt voor de selectie. Ook niet voor trainer Rogier Meijer, ook geen paaseitjes zoeken. Want FC Emmen staat te wachten. Nee, dat klopt. Dus ja, dat sla ik dan over. Maar Emmen is, vind ik, een goed voetballende ploeg. Hè, die eigenlijk op een hele duidelijke manier speelt. Altijd onder leiding van Dick Lukien. Waar je ook goed tegen kunt voetballen. We hebben in Spanje gespeeld en hier thuis. Nou, dat waren twee open wedstrijden. En dat verwacht ik zondag ook. En op kunstgras, nou, daar voelen de meesten van ons zich zeer, zeer thuis. Dus ik verwacht een open wedstrijd waarin veel ruimtes komen. Nou, en ons om daar goed mee om te gaan. Ja, een man die belangrijk was spelen hier in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen was Ibrahim Sissoko. Hij versierde in de 10e minuut een penalty. Hij scoorde ook nog een keer de 3-1. Had toen een basisplaats. En nu moet hij het vaak genoegen nemen met de bank. Wat doet dat met hem en weet hij die wedstrijd nog? Ja, klopt. Het was een goede wedstrijd. 3-1 gewonnen. Ik heb mijn bijdrage gedaan. Ik was belangrijk. Dus ja, dat hoop ik zondag weer te zijn. Je moet nu vaak op de bank zitten. Ja. Wat doet dat met jou? Ja, dat is zeker. Dat is balen natuurlijk. Waar moet je verbeteren? Ik denk sowieso het verdedigende opzicht. Dat ik daar wel soms een mist in ga. En conditioneel misschien nog wat sterk. Je kunt in ieder geval Marques niet gebruiken. Die is geschorst. Maar ook Tanane is er niet bij, hè? Ga ik vanuit. Nee, die is er zondag niet bij, nee. Achterin ga je denk ik oplossen gewoon met Kramer? Die kans is wel groter dan niet. En het middenveld? Jordi Bruin?
Nou, daar hebben we denk ik verschillende opties. Hè, want daar zou ook nog Matson kunnen spelen. Ik neem aan dat je de trainer wel even hebt gezegd van, weet je die thuiswedstrijd nog? Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar ik denk dat je dat wel weet. Dat, ja. En dit was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. Eerste paasdag om 2:30, dat is zondag, wordt er afgetrapt in Emmen tegen FC Emmen. Die wedstrijd is natuurlijk weer live te volgen, ook bij onze collega's van RN7 Radio. Dus mocht je nog aan de verlaten paasbrunch zitten, kun je de radio lekker aanzetten en het volgen. Je blijft op de hoogte via het laatste nieuws, altijd op mijn Twitter. Dan kun je hem even volgen, dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. En wij zijn er volgende week weer met dan de voorbeschouwing op de derby. Natuurlijk, volgende week is hij er. Graag tot dan.